jullie zien hoe een kaart tot stand komt met materialen die ik verkoop in mijn webshop. In dit geval begin ik met een basiskaart vierkant, dat heeft altijd mijn voorkeur. Dit is nummer 15 van Linnenart, roze, lichtroze. Die vouw ik zelf, want ik lever hem zonder vouw aan. Vervolgens ga ik in dit geval werken met designpapier van Marianne Design. Old Fashion Nursery, vintage papier, erg geschikt voor deze kaart. Ik heb hier een rechthoek gesneden van het designpapier. En ik ga matten. Matten betekent een stuk kaartstok erachter en net iets groter dan het designpapier. Op deze manier heb ik deze gesneden. En deze komt op de rechterkant van de kaart. Ik heb van een ander vel designpapier een andere strook gesneden en die mat ik met chocoladebruin. Ik ga straks alles vastplakken. Ik laat nu even zien hoe ik de kaart opbouw. Vervolgens ga ik dit maken. Ik ga jullie laten zien hoe. Ook designpapier. Ander stuk designpapier. Deze heb ik met een mal van Marianne Design. Ik heb in dit geval alleen de buitenrand gebruikt. Die komt in de hoek erop. Marianne Design heeft een nieuwe mal uitgebracht. De English Rose, dat is deze. Twee maten rozen met twee blaadjes. En in dit geval ga ik laten zien hoe ik de roos maak in de kleine maat. Ik pak de kuttelbuk. De mal met de snijkant op de goede kant van het papier. De A-plaat, de B-plaat en in dit geval de C-plaat, omdat dit een dunne mal is. Die draai ik er doorheen. Er zit een gaatje aan de achterkant van de mal. Dat helpt, want dan kun je even je papier erdoor drukken. Nou, hij laat heel makkelijk los. Vervolgens haal je deze een beetje los van elkaar. En nou is de truc dat je hem vanaf de buitenkant gaat oprollen. Ik gebruik daar een pincet voor. En ik ga hem nu oprollen. Helemaal naar het einde. En nu laat je hem los, de pincet. En nou is het de bedoeling dat je het roosje een klein beetje los laat schieten. Hier wat lijm op doet. En dan ga je de buitenkant van de blaadjes in dit geval een beetje omvouwen, dat het een beetje een natuurlijke uitstraling krijgt. Nou, dat heb ik voorbereid. Ik pak mijn kaart weer. En de bedoeling is dat deze roosjes op deze manier hierop gaan komen. Ik heb ook twee blaadjes gesneden en geëmbost, waardoor de welving van de blaadjes er doorheen komt. En die komen hierachter. Vervolgens heb ik met de Silhouette, mijn favoriete snijmachine, heb ik een noot, zoals ze dat in Amerika noemen, gesneden. Niet meer of minder dan een blaadje wat je uit een boekje zou scheuren. Die komt hierop. Daar ga ik zo meteen op stempelen. En als laatste komt hier een strikje bij ter versiering. Ik ga hem nu afmaken. Ik ga alles vastplakken. Ik gebruik daarvoor dubbelzijdige tape. Heel prettig werken.
Dan de roosjes. Die ga ik vastplakken met een glue dot. Dat stukje eraf trekken. Het kleine roosje, die heb ik wat strakker opgerold. En de twee blaadjes. Die doe ik ook met een glue dot, maar dat zou ook met een druppeltje lijm kunnen. Laatste blaadje. De noot maak ik vast met 3D-stickers. Omdat ik het leuk vind als daar wat diepte in komt. Als hier er wat op komt te liggen. Ik zal hem eerst nog even stempelen met een leuke tekst. Thinking of you. Als laatste de strik. Organza strik heb ik gebruikt. Organza lint. Korter. En als laatste ga ik mijn kaart met een distressor schuren om het een beetje een oude look te geven. En met inkt, in dit geval doe ik dat gewoon met bruine stazon, ga ik de randjes een beetje beinkten, een beetje oud maken. En dit is mijn kaart geworden. Hij is geslaagd. Dank je wel.